Ik ben hartstikke voor meer militairen sturen naar Afghanistan om al die achterlijke Taliban die onze maatschappij willen vernietigen te bestrijden. Maar nu heb ik een probleem. Gaat ons geld en onze militairen eigenlijk niet nu naar een land om een corrupte dictator in stand te houden? Ja, een dictator is hij niet. Oké, een dief. Om een corrupte dief die het presidentschap heeft gestolen met fraude in stand te houden. Nou, we hebben behoorlijk wat problemen met de regering zoals die er is en zoals die functioneert. Het is een regering heel erg gebaseerd op vriendjespolitiek. Hebben wij ook een rol ingespeeld in hoe we ons hebben opgesteld daar. En dat is wel een vraag. We moeten ons wel de vraag stellen van hoe zetten we onze middelen in en maken we het daar wel beter mee? Wat is uw antwoord op die vraag? Nou, ik denk dat we tot nu toe een gemixte score hebben. En dat we het echt beter moeten doen, want het gaat niet zo goed in Afghanistan. Oké. Martine van Beilert, dank u wel. Wanneer gaat u weer terug naar dat onveilige, corrupte land? Nou, het is ook een heel leuk land, hoor. Maar ik weet het niet zeker. Ik zou vrij snel teruggaan met die tweede ronde. Het wordt misschien iets later nu. Ik denk zo midden november. Oké, dank u wel, Martine van Beilert van het Afghanistan Analyst Network. The gentleman from Texas, Mr. Paul. Thank you, Mr. Chairman. One minute. In the last month, we have had a pretense of having a debate about Afghanistan, but unfortunately, it's not much of a debate. We're deciding whether or not to send 40 or 80,000 troops over to Afghanistan. We can't even decide where the front lines are. But the worst part of this is just deja vu again, all about going to war needlessly. Same arguments we used in going into war against Iraq, that is weapons of mass destruction and Al-Qaeda scare the people. It's in our national defense, it's in our national security interest to go there. And we continue. The Taliban never did a thing to us. The Taliban, we were paying them money up until May of 2001. They're not capable, even if they wanted to, they're not capable of touching us. So we're over there pursuing a war, spreading the war, going into Pakistan. The American people don't want it. We're out of money. We can't afford medical education here. And we're demanding that we send 80, 40,000 troops to Afghanistan and expand the war. It's time to end the whole mess. The time of the gentleman has expired.